Goedemorgen, het is 9 uur en ik ben eigenlijk aan de late kant. Want gisteren hadden we de livestream van de kringkampioenschappen Zuidwest. En als je die nog niet gezien hebt, klik dan vooral even op het i'tje. Vandaag gaan we even kijken, behind the scenes, op de manege. Op maandagochtend is de manege normaal gesproken gesloten. Dat is die nu ook, maar toch mogen we even meekijken wat ze daar dan allemaal doen. Dus kijk maar mee. Zo, paardjes gaan eruit. Zo, ditje mag er ook uit. We gaan nu de stallen uitmesten, dus dat betekent dat eerst de paarden eruit moeten. Die komen hier op het middenpad te staan. En dan gaan alle deuren open. Alle tussenschotten gaan naar de andere kant. Dus hier Linda met Pony. Finch heet die. Hier komt dat ditje. Ja, die kan je even Oh, dit zit er very wild uit. Vervolgens gaan de tussenschotten open. Zo. Kijk, hier is normaal gesproken de stal. Dat zie je aan de voerbakken. Zo. Hier. En de paarden staan dus nu in het gangpad. En dan gaat het laatste tussenschot. En dan heb je ineens een hele open stal. En kan alles hier uitgehaald worden. Eerst gaat alles naar de zijkant, smerig is, zodat zo meteen met de shovel eruit gereden kan worden. De mestkar is nu leeg, dus zo meteen dan kan alles hier uitgehaald worden, daar uitgehaald worden. En dat gaat dan daarin. Net werd dus de stroomwagen eraan gekoppeld en nu gaat er een ander apparaat aan. De hooigrijper. Strogrijper moet ik zeggen. Het zal vast een hele andere naam hebben. Maar goed, het is meer een soort enorme hooivork. Het wordt er aangekoppeld. En dan gaat het dan zo ding open. Binnen. En komt hij met een hele berg stro eruit. Het gaat dan daarin. Gaat de mest en de mest ook. En vervolgens is die helemaal leeg. Er opnieuw stro in. Zo, dan gaat Linda de opstrooiwagen in de andere hal zetten. En dan komen er overal beetjes hooi uit. Stro, ja. Het is ook stro. Hooi eten ze op en stro staan ze op. Maar ja, het eten ze ook wel op. Dus dan gaat hij naar binnen. En die staan helemaal niet op stro, die staan op zaagsel. Die kunnen nu tegen het stof. Dus dan gaat er zaagsel in plaats van stro. En nu krijgen we de geniale manier van zaagsel in een box gooien. Handje voor handje. Heeft in ieder geval wat te doen vandaag. Nee hoor, wordt gewoon omgegooid. En hoppatee, dan gaat er gewoon een hele zak met zaagsel gaat erin. Het is geen zaagsel, het is vlas. Ik zal het even van dichtbij laten zien, maar hij zei het niet zoveel. Ik vind het erg op zaagsel lijken, maar het voelt inderdaad toch anders. Vlas. En hier zijn we in de ponystal. Ah, en daar is ons Kimmetje! Jij mag de ponystal aanvegen. Ja. Kijk. Dat doe je goed. Zo, er ligt wel een aardige berg hier. Nou, de ponies hebben dus al nieuw stro. Het zien, ja.
Ja, en er moet vooral veel geveegd worden op maandagochtend. Want aan het eind, als alles gevuld is, moet het weer helemaal schoon. En aan kant zijn. Dus alle meisjes die rijden op de manege, als je je pony een hoeve hebt uitgekrapt, veeg je natuurlijk eventjes de gang aan. Zodat hij er net zo schoon en netjes uitziet als nu. Zo gaat dat. En aan deze kant ook. Even een stukje cuteness tussendoor. Hallo liefie, was je daar? Ja. Hallo schattige. De vuilen staan hier. Te lief. Evita. Hallo schattige, met een vulletje. Hallo, dag lieve schat. Ja, jullie zijn schattig. Mag het wel niet meer? En natuurlijk gewoon weer vegen. En terwijl de stallen uitgemest worden, is Leon even bezig met het prullenbakken. Aangenaam klusje, not. Nou, dat moet ook gebeuren. Volgende klus. Het erf ook weer schoon krijgen. En ook hier vegen. Ik heb geen spierballen. Wel, je hebt de grootste spierballen van het hele terrein hier. Oké, ik heb ze. Daar komt ie. Woehoe! En de volgende klus. Schoonmaken van de bakken met overdruk reiniger. Dit was een kijkje. Zo, dit was een kijkje. Op maandagochtend bij de manege. Dus je ziet onwijs veel werk te doen waar we eigenlijk weinig weet van hebben. Of ik in ieder geval. En op deze manier houden onze paardjes lekkere schone bedjes. En kunnen we hier op ons gemak rondlopen. Terwijl alles netjes aangeveegd en schoongemaakt is. Bedankt voor het kijken. We zullen vast nog een keertje terugkomen. Want er is nog heel veel meer. Als je dit een leuke video vond. Doe dan vooral een duimpje omhoog. En laat me hieronder weten wat je nog meer zou willen weten wat er op een manege gebeurt. Wie weet kunnen we dat dan ook filmen. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doeg!